Ja, een nieuwe Piepshow. En dames en heren, houdt u vast, het is even. Uh, het is de, 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 de voor de zomervakantie Piepshow. Want ja, uh, ja. ik ga een paar weken uh, weg. Uh, Boers gaat ook nog uh, wat met vakantie doen. En dus uh, zomerstop. zomerstop. Ik zat naar het woord te zoeken. Zomerstop. Het is een beetje een zomerstop. Nou, we gaan wel allerlei dingen doen. We Zeker. als in Gamekings gaat allerlei ja, dingen tuurlijk. doen. Tuurlijk. Er komen allerlei andere toffe dingen voor in de plaats. Ja. Maar de piepshow gaat dan eventjes uh, op vakantie. En dus heb ik er een klein beetje een gezellige, lichte, wat een vrolijke piepshow van een gemaakt. Zomerse piep -show. Een zomerse piepshow. En uh, we beginnen ja. deze piepshow uh, met uh, glorieuze cijfers van Nintendo. Nintendo heeft een absoluut record aan uh, kwartaal gedraaid. Ze hebben echt alles verpulverd wat ze ooit hebben gedaan. Um, waarom? Dat, even nou, dat waarom? komt even. Uh, heel simpel. Ik kan het ook heel makkelijk uitleggen. Uh, ten eerste, um, 13,5% meer Switches verkocht dan het kwartaal vorig jaar. Hetzelfde kwartaal. En wat en hebben ze allemaal op... uitgebracht? Ze hebben Pikmin uitgebracht. Ze hebben, uh, Legend of Zelda. Legend of Zelda. Dat Legend is natuurlijk... Of Zelda. Ja, en natuurlijk, ja. dames en heren, waar zijn we allemaal naartoe geweest? Dan niet uh, samen uh, met je vriendin, uh, dan wel met de kinderen ja, naar de Mario-movie. Mario ja. En ook dat geld stroomt allemaal in die fucking pockets van Nintendo. En dat betekent dat ze geloof ik 30% meer omzet hebben gedraaid dan hetzelfde kwartaal uh, vorig jaar. Uh, applaus ja, voor Nintendo. Applaus voor, voor Nintendo. Ze, ik gun het ze van harte, ze verdienen het echt. Uh, Luister de kwaliteit man. Ik, ja. die, ik heb met veel plezier naar de Mario film geweest met mijn hele gezin. Um, uh, inderdaad, de games ongelooflijk, uh, Zelda. Uh, Pikmin, daar zit ik nu helemaal in. Pikmin 4 is natuurlijk uitgekomen. Um, uh, we hebben de Advance Wars re-release gehad. Um, niks dan lof voor Nintendo. Ja. Uh, de lat ligt hoog. Ze maken die lat ook waar. Uh, ze weten te vernieuwen. Ik vond de Mario film heel vernieuwend in veel opzichten. Terwijl ze toch niet afdwaalden van het pad wat ze zei, van hun eigen identiteit. Maar nee. integendeel, het was een ode aan alles wat Nintendo is. Ik vond het fantastisch. Uh, op dit moment zijn er nu 129 punt... Uh, oh, wacht. Ik moet even op F11 drukken. 129,53 miljoen units verkocht van de Switch. En het leuke is elke. Elke switch die men verkoopt op dit moment, daar worden Nintendo games bij verkocht. En dat, dat, is, dat is de kracht van Nintendo. Als je een PlayStation koopt of een Xbox, dan koop je niet per definitie een PlayStation game erbij. Waarschijnlijk bij een PlayStation wat meer of een exclusive, hè, dus een, een first party ti titel. Bij een Xbox zal dat veel minder nog het geval zijn. Dan zal je waarschijnlijk een third party titel erbij. Bij Nintendo gaat al het geld wat je besteedt binnen met je switch gaat voelen. Voor het overgrote deel naar Nintendo zelf. En dat maakt het zo sterk. Daarom doet bijvoorbeeld Mario Kart het nog ontzettend goed. Ja. Heel veel mensen halen Mario Kart erbij. Halen zelf. Tijdloze bij. games. Er, je zet, niks gaat in de uitverkoop, Ze doen nee. het goed. Ik vind ook um, uh, dan moet ik echt ik, 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 ik weet het niet, ik heb het niet echt onderzocht. Mm -hmm. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de Switch, de Nintendo Switch, de beste uh, game first party game line-up heeft, ooit in de geschiedenis van Nintendo consoles. Ik weet niet hoeveel games er op de NES en de SnES uitkwamen. Ook veel natuurlijk. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid wat er uitkomt op de Switch, de kwaliteit ervan, het is werkelijk waar hard. Het is ja. echt. Er is iedereen die je kent, die kinderen heeft, die iets met gaming wil doen, blind kun je een Nintendo Switch aanraden. Het is gewoon uh, altijd goed. Ik bedoel, het is niet goedkoop. Games zijn inderdaad gewoon nee. 50, 60 euro. Um, maar het is gewoon, um, ja, het is value for money. Het grappige is natuurlijk wel, hè, je hebt het over kwaliteit. Als er, er is wel één ding qua kwaliteit waar je uh, een vraagteken bij kan zeggen: dat zijn natuurlijk de Joy-Con. Ja, dat die is een probleem. En ik denk uh, bij, als dit bij een Xbox bijvoorbeeld was gebeurd, dat het vele malen grotere schade had uh, toebedeeld aan het, aan het merk dan bij Nintendo. Op een of andere manier is de liefde voor Nintendo wat je omdat die games zo vet zijn en, dit en, dan, en ook hun opstelling, stuur het dan maar op, dan maken we het. Is gewoon heel goed dat ze daar eigenlijk geen last van hebben. Want ja, ik gebruik mijn echte switch niet meer. Die dingen die driften de hele tijd. Ik heb nu zo'n. Nee, uh, ja, ik kan ze gratis laten repareren. Ja, precies. Op. Maar ik heb nu een Switch Lite. Daar zit het vast en dat vind ik ook prima. Ja, maar die dus. gaan ook driften. Want ik heb een Switch Lite ah, okay. en een gewone Switch. En overal alles driften en gaat kapot. <laughs> en toch hou je van de Switch. Uh, ja, daarom. Maar ik, om heel eerlijk te zijn, de gewone Switch hangt uh, aan de televisie. Ja. En. Um, ja, weet je, ik, ik heb zo'n uh, zo pro-controller, zo'n ja, wireless ja. pro-controller. Uh, dat is gewoon een goede controller. Die is tenminste bij mij nog niet gaan driften. Um, en anders koop je van die goedkope horry controllers Die zijn ja. ook prima, weet je. En dan zit er een draadje aan. Maar voor kinderen maakt het allemaal niet uit. en Voor mij eerlijk gezegd ook niet. Dikke, dikke profits. Dikke, dikke winst dus. Uh, dan kijken we de piepje altijd een beetje naar de aandelen. Ik bedoel, vaak zit er wel een correlatie tussen. Als iets goed gaat, dan misschien gaan de aandelen omhoog. Maar, en ik had het er al even met Boris over... Voor de, uh, de piepshow. Uh, kijk, uh, dit uh, hier, dit, dit puntje waar het waar om nagaan, is donderdag 3 augustus. Dit is ook de dag dat ze het bekend maakten. Glorieuze cijfers. En uh, wat zie je? Uh, hij gaat naar beneden. Hij krabbelt nu alweer wat op. Dat is natuurlijk gewoon, hij gaat naar beneden. Gaan andere mensen het weer kopen? Van... Ja, maar om heel eerlijk te zijn, ja. kijk, de, de, het is ook niet velen. Uh, waar hebben het, we hebben het over? Weet je, over 73 yen. Of ja. minder dan een of, Nee, een, het staat 1,16 procent. Ja, ik. Uh, um, uh, ik weet het niet. Ik, om heel eerlijk te zijn, je moet ook een beetje over een wat langere periode kijken. Mm -hmm. dus als je, uh, Ga ik even naar een year to date? Nee, nee dat hoeft niet. Ja. Maar als je het kijkt aan het begin van de maand, bijvoorbeeld. Nou, zit het daar werkelijk onder? Ik denk dat het nagenoeg gelijk is met de prijs die het vandaag is. Waar sta Eentje verder? Ga eens eentje verder? dat hey, op? Nee, andere kant op. Daar, daartussen dat dipje daar. Nee. Naar terug, 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 terug. Die dipje. Die. 6257 en er staat het nu op 3232. Dus nou, we, ja. we hebben het over, over centen. Uh, dus dat verschilt niet veel. Waarom zie je dat het omhoog gaat um, na dat dipje wat we net besproken? Dat is omdat uh, er natuurlijk grote verwachting is over die cijfers die dan uh, bekend gaan worden gemaakt. Uh, je ziet ook dat in aanloop de, uh, naar het bekendmaken van die cijfers worden die, uh, die, die koop-verkoop, mm -hmm. weet je, het wordt wat gilliger de prijs. Mensen beginnen ook te verkopen. Nou, dan zie je, dat wordt die, die, die cijfers bekendgemaakt. En zoals iedereen weet, een aandelenkoers zegt niet zoveel uh, over het in het verleden behaalde resultaat. Maar het zegt iets over de verwachting voor de toekomst. Die natuurlijk absoluut wel gebouwd is op resultaten die in het verleden zijn gehaald. Mm -hmm. uh, was het nou zo dat Nintendo had aangekondigd dat er aankomend um, jaar of aankomend kwartaal nog drie... Uh, Mario films zouden komen en nog uh, 30 nieuwe games, ja, dan zou die prijs zien dalen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Uh, is ook niet helemaal test Nintendo's. We zien ook dat als je naar de macro kijkt, dan zie je dat we gewoon, ja, we bewegen richting een crisis. Die is er nog niet helemaal. Hier, sommige markten wel, sommige markten niet. Um, maar die, um, uh, dat gaat zich op den duur natuurlijk ook vertalen in aantal uh, aantallen verkochte switches en een aantal verkochte games. Uh, dus de, het sentiment is iets negatiever. Dus ja dan ga je. betekenen dat je dus niet een gigantische. Uh, prijs... Meestal zie je die prijsstijgingen heel erg uh, gebaseerd op nieuws. Ja. Weet je, zo van, oh, er komt een nieuwe Mario game uit. En een nieuwe Zelda game en een nieuwe Metroid game. Nou, als dat gebeurt, dan weet je gewoon, dat gaat die aandelen omhoog. Omdat ja. iedereen snapt dat er dan groei plaatsvindt. We zitten natuurlijk ook een beetje aan het einde van. De Switch, denk, denkt iedereen. Tenminste, de... Ja. de, de, de nou ja, goed. Ik, nee, de, de Switch 2. Hè? Ik bedoel, de nieuwe Switch zou dan dit najaar uh, er zou... Uh, maar er zijn bijna 130 miljoen stuks verkocht. Dat betekent nee, absoluut. dat ze een goede... Maar hoeveel groter kan het nog worden? Dat is een beetje dat wat, wat je ook aangeeft. Van hoeveel succesvoller... Want het is duidelijk ook qua grote games... lijkt het erop dat Nintendo nu even zijn assets bewaart... voor de launch van hun nieuwe ja. Switch. Uh, dat betekent dat je van, van deze Switch kan je niet veel game -krakers meer verwachten. Nou, maar aan de andere kant wel, want je hebt 130 miljoen verkochte exemplaren. Dat betekent ja. als je nu een, 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 een uh, bijvoorbeeld zo'n Pikmin, het zou me niet verbazen dat gewoon 20, 30 miljoen stuks verkoopt. Weet je, ik bedoel dat uh, ik, 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 ik heb geen idee, maar nee, ja, nou, uh, ik denk dat 18 miljoen hebben ze nu zelf verkocht. Dus dan denk ik dat de Pikmin er nog wel wat onder. Oh heeft. ja, oké. Okay. Echt waar? 18 ja, miljoen zelfs. Ja, 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 of ja, ze ook wel nog wel, wel op 10 die 100% procent, ja, van de switches. Ja, van de switches, inderdaad. Oké. Okay. Um, maar, maar zou jij iemand op dit moment, als ik dit zo zie, hè, bedoel, dan denk ik van oké, okay, maar goed. Nintendo gaat alleen om maar. Er komt straks een Switch 2 aan, dat wordt weer tof. Het, het wordt waarschijnlijk backwards compatible, dus dat is hartstikke tof. Weet je dat gaat alleen om maar. Sky High, weet je wel. Nu kopen ja, nou nee, want um... of is het gewoon al best wel topniveau? Um... Ja, ik weet niet wat yen is, hè? hoeveel dollar dit is, weet je, hoe hoog is dit. Ik weet dat 1000 yen was altijd een tientje. Maar dat is wel, zal volgens mij nu wel minder zijn. Ik mm. weet het niet. Anders moet je dat even, even snel uitrekenen. Hoeveel is in gen? Dan ga ik hem Xe.com kan je dat zien. Um, er zijn een aantal dingen die meespelen met die, uh, met die uh, aandelen um, uh, van Nintendo. Een daarvan, dat is heel belangrijk, dit, dit aandeel wordt verhandeld op de beurs van Tokio. Mm -hmm. En uh, je kunt niet eventjes voor een paar honderd euro uh, aandelen kopen op de beurs van Tokio. Er zijn uh, uh, echt grenzen, tenminste de meeste brokers hanteren grenzen van wat je dan moet uitgeven. Die grenzen zijn heel hoog, dus echt ja. denk aan 10.000 euro plus wat je moet uitgeven. Dus dit soort aandelen worden voornamelijk door institutionele beleggers uh, uh, verhandeld ja en dan heb je wel uh, volgens mij ook in Amerika op de Nasdaq is een uh, um, of de, sorry de New York Stock Exchange is een um, uh, uh, een ETF verhandelbaar die over Nintendo aandelen gaat dat soort dingen zie je dan dat heb je volgens mij ik dacht dat er een Duitse beurs was waar ook mm -hmm. Nintendo aandelen als ETF verhandeld werden uh, dat soort dingen krijg je dan maar dat zijn natuurlijk al dat is vrij vluchtig hoor. die ETF's dat is gewoon kopen verkopen ja en dat, ik bedoel je krijgt geen dividend dus het is echt gewoon op prijs handelen um, ja, dat is niet zo interessant. Ik ben benieuwd. Ik weet niet of je dat kan zien. Wat voor uh, dividend uh, ze hebben uitbetaald per aandeel. Hier, dividendrendement 2,98%. Oké. Okay, ja, ja. Ik, ik heb uitgerekend, uh, dit is uh, 43,89 Ja. Okay. Wat ik wel opvallend vind, is dat bijvoorbeeld Sony... Ja, Sony is natuurlijk een totaalbedrijf. Hè, want die staat hier op, op 12.000 of 13.000 yen. Dat is het dubbele van Nintendo. Maar Nintendo is natuurlijk alleen de gamedivisie. Maar wacht, even. Dat, je kunt dat echt niet Nee, kan niet. Oké. Het gaat om de hoeveelheid aandelen ja. die openstaan, hè. Dus je ziet hier de beurswaarde van uh, Nintendo die is uh, wat is het, 8 miljard. Yeah. Dat, dat is re relatief weinig, hè, voor. Uh, nou ja, dat dat is een techbedrijf. Inderdaad. Ja, ja. Dat, dat dat vind ik opvallend. Maar en als je ja. kijkt naar Sony, ik kijk klik eens op Sony, dan zie je dat die, die beurswaarde die gaat, uh, weet ik veel, 20 miljard zijn of zoiets. Ik het niet. Oh, 16 miljard. Zie ze dubbelen. Ja. Van uh, Sony doet natuurlijk veel meer dan alleen uh, videogames maken en ja. alleen PlayStation. Ja, maar um, Oké, okay. ja. nee, ja, goed. In ieder geval, um, ja, crescendo. En dat, het, het is voor de meeste gamebedrijven... is gaat het ook nog helemaal niet echt heel slecht. Uh, PlayStation heeft uh, prima cijfers laten zien. Xbox, um, de, de management was niet tevreden. Had meer verwacht, maar ze hebben wel profit gedraaid. En Nintendo doet het natuurlijk fantastisch op dit moment. Een partij die het helemaal niet goed doet op dit moment... is Square Enix. Die hebben uh, operating income uh, is 78%. 78% down van het kwartaal van vorig jaar. Terwijl okay. dus Final Fantasy XVI uitkwam. En die Bizar. deden nog behoorlijk goed. En dat ja. is dat be, dit bedrijf heeft echt een, een, een probleem op dit moment. En, en hoe komt dat? Wat is er vorig jaar gebeurd dat ze het zo goed deden? Nou ja, dat, 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 dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag die je stelt. Ze hebben natuurlijk de laatste tijd veel games als voorspoken. Uh, uh, wat gewoon uh, Babylon's Fall, wat allemaal gewoon dikke poedels waren. En ze, hebben, ja. ze drijven nu echt serieus alleen op die Final Fantasy. En dan heb je een baas die dan begint te babbelen over NFT's. En, ja, dat soort dingen. Ja. Uh, precies, uh, er is van alles aan de hand in die top van dat bedrijf. En wat je dan ziet is: hier heb ik even gekeken naar. Het aandeel Square Enix. En hier zie je dus wel inderdaad. Dit is year to date. Maar ik zal hem even op deze maand zetten. En dan zie je dus hier. Werd dat bekend. En uh, ja, dat ging. Dat, dat is dan wel 1000 yen. Um, ben je in één keer kwijt. Het gaat stijl ja, naar beneden. 13% is heel veel. Ja. En dat, uh, ja. dat is een flinke correctie. En ik denk dat hier nu wel. Maar, hier, maar dit is heel interessant. Want dit ja. is juist. Kijk, hier hadden we dus verwacht dat uh, ze een geweldig kwartaal zouden draaien. omdat ze die Final Fantasy 16 hebben uitgebracht. Dat heeft allemaal niet uh, uh, mogen helpen in de zin van. Uh, ze, hebben zo, ze hebben zulke flops geproduceerd. Ja. Dat, um, um, ja, dat, dat, dat Final Fantasy daar eigenlijk niet, niet, niet veel mee aan kan redden. Dat hebben ze natuurlijk wel gedaan. Want het was nog erger geweest als ze geen Final Fantasy hadden gehad. Maar. Ja, Square Enix uh, is echt uh, een klassiek voorbeeld van tussen de wallen en het schip opereren. En dat is niet nieuw, dit gebeurt al tijden, al zo lang als ik... Uh, ik ben een keertje bij Square Enix geweest in Tokio mm -hmm. en toen speelde exact dit probleem. En toen waren ze bijna failliet gegaan op de Final Fantasy film. En toen had uh, Sony, die had ze uh, uh, een heel groot aandeel gekocht in Square Enix om ze overeind te houden. En toen later zijn ze, hebben ze dat weer teruggekocht, zijn ze weer zelfstandig gegaan en het, het lukt maar niet. En dat, um, ja, dat, dat, dat heeft ook gewoon met dat bedrijf te maken. De DNA van dat bedrijf is gewoon niet helemaal goed. Het nee. bedrijf zit niet goed in elkaar. En ik bedoel, zo'n team wat Final Fantasy maakt, dat is overduidelijk gepokt en gemazeld. Uh, dat lukt allemaal wel, maar het lukt gewoon niet om... Om te groeien en uit te breiden. Nee, en, en ze weten ook niet of ze dat nou moeten doen met meer Final Fantasy. Ik bedoel, is dat mogelijk? Nog meer Final Fantasy. Mm -hmm. En uh, of dat ze juist iets anders is. Ze proberen ook wel andere dingen, maar die floppen keer op keer. Het is gewoon een heel lastig verhaal. Ja, nee, ook hun MMO. Uh, dat is fijn. Ze hebben ook nu een Final Fantasy MMO. Die is ook 22% down. Uh, mobile Games uh, 18% down. Um, ja. Ze gaan nu weer wel wat met Xbox doen. Dat deden ze eerst. Ook niet blijkbaar hebben ze toch iets van. Oké, okay, dat geld wat PlayStation dan aan ons geeft om een soort van semi-exclusief te zijn, dat is dan ook niet genoeg. Um, kijk, dit is wel een moment als je zo stijl naar beneden gaat met aandeelcijfers, dat er misschien andere partijen denken: Hey, ja. dit is nu een interessante vis om, om binnen te halen. Nou, waarom ja. is dat interessant? Weet je, ik bedoel, voor die Final Fantasy-franchise misschien. Um... Uh, ze, ze doen nog een aantal andere RPG's die het in Japan wel goed doen. Maar ja. kijk, de enige partij voor wie ik dit interessant zou vinden, is uh, Microsoft, omdat die zo ontzettend zwak zijn in Japan. Mm -hmm. uh, dat is al, al sinds de eerste Xbox is dat al het geval. Ja. Um, ja, het, de, het enige wat je zou kunnen doen is proberen Japanse developers, uh, developers over te nemen. En wat dat betreft, um, uh, ja, als uh, Microsoft uh, geld hoopt te verdienen aan de verkoop uh -huh. van Xbox in Japan. Ja. Het zou kunnen helpen door gewoon Japanse ontwikkelaars over te nemen. Um, maar goed, één Final Fantasy nieuwe Final Fantasy uh, in de twee jaar uh, of drie jaar. Ik weet niet of dat genoeg nee, is. Nee, en ik vraag me ook af, even op dit moment uh, nu uh, de baas Nadella heeft gezegd van dat hij toch niet zo onder indruk was van de groeicijfers op dit moment. En je hebt net 70 miljard uitgegeven aan Activision Blizzard, of je nou meteen weer uh, uh, dat hij meteen weer zijn portemonnee gaat trekken hiervoor, ja. ik denk dat ze eerst maar eens moeten gaan bewijzen dat er ook daadwerkelijk wat um, gebeurt. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen ook, omdat kijk, Japanners kijken ook heel vaak naar elkaar. Hè. Die onderlinge competitie is best wel belangrijk. Van mm -hmm. Square was altijd wel een van de grotere partijen en Koei en Bandai Namco en Capcom waren dan wat, wat kleinere, of dan kleinere partijen, maar lagen er een beetje onder. Dat is helemaal omgedraaid. Bandai Namco topjaar gedraaid. Ja. Uh, Capcom topjaar gedraaid. Maar waarom? Dat is zo interessant. Zeker top gedaan, maar omdat ze visie hebben. Dus ja. voor de Capcom met name dat ze omdat die visie van Capcom sluit heel erg aan bij mijn interesses. Mm -hmm. En als je ziet wat ze aan het doen zijn met de remakes van die oude games, ja. ik heb uh, van de week heb ik bij Xbox 360 weer aangesloten, uh, ben ik Dead Rising gaan spelen, omdat ik weet dat ze met die remake bezig zijn. En ik heb echt zoiets van die game die game he heeft de tand destijds niet heel goed doorstaan. Weet je, er zijn toch wel dingen aan Dead Rising dat ik denk van nou. Dat werkt niet helemaal lekker. Maar dat fixen en het opnieuw uitbrengen... is gewoon een gouden move. Weet ja. je? Ook omdat het... Het zijn al best wel oude games. Die zijn al bijna twintig jaar oud. Ja. Dus dat, als je dat goed opnieuw neerzet... dan ga je dus een hele nieuwe generatie aan gamers... ga je daarmee uh, um, vangen. Mm -hmm. En die franchises zijn hartstikke sterk. Weet je? Ik weet zeker als er een nieuwe Dead Rising... of de eerste Dead Rising opnieuw wordt geremaked... dat er een ontzettende hype voor ontstaat... binnen liefhebbers van, van zombie games bijvoorbeeld... Ja. Nou, dat zag je ook bij de Resident Evil games. Dat is ook een groot succes. Hebben ze zo ontzettend goed gedaan. Nou, Sega heeft ook um, uh, dat soort titels in huis. Weet je, die kunnen dat soort dingen ook doen. En dat. Um ja, dat werkt wel. Daarin zie je gewoon de, de kracht van die, die grote oude franchises. waar Nintendo echt op draait. Hè? waar we het ja. net over hadden. Ik bedoel, die Nintendo-movie is niks anders dan een ode aan al die characters, al die personages, al die verhaallijnen. door de, 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 de afgelopen decennia opgebouwd. Mm -hmm. um, mensen houden daarvan. Nou, dat geldt ook voor Sega-games. Dat geldt ook voor Capcom-games. Het probleem is: geldt dat ook voor. Square Enix games. Weet je, misschien voor Final Fantasy. Misschien, er is nog zo'n RPG die ze, uh, waar ze heel groot mee zijn geworden. Ik ben even vergeten hoe die hier, vooral in Japan, heel populair. En dat. Um, Monster dat Hunter? Nee, ik weet. Is dat van, nee, is van Konami, toch? Monster Hunter. Nee, ik, ik denk dat um, uh, Square Enix heeft wat dat betreft. Ja, weet je, ik heb het idee dat ze het ook even geprobeerd hebben ja. toen met die Disney-samenwerking van ze. Ja, Kingdom Hearts is ja. ook wel goed, maar dat, ja, dat, daar zit gewoon jaren tussen. Weet je? Dus dan krijg je die cashflow-probleem, wat, wat Ubisoft ook natuurlijk een beetje heeft. Als jouw grote games niet aanslaan, dan komt er gewoon geen geld meer binnen. En dan moet je heel snel maar iets anders verzinnen, ja. wat vaak dan ook weer niet goed is, omdat er geen beleid achter zit. Dat doet uh, Capcom met name wel goed door inderdaad een, een, een oude Resident Evil te remaken. En dan vervolgens weer op te laten volgen door een nieuwe Resident ja. Evil. En dan zit een hele mooie flow. Uh, in. Wat ook wel duidelijk is, is dat zowel Bandai als Capcom erin geslaagd is om een brug te bouwen naar het westen toe. Hè? Ik bedoel, ja. waar Square Enix als een westerse uh, IP's met idols heeft verkocht, allemaal voor 350 miljoen. Ja, nou, dat, uh, is, dat, dat is een ja. serieus. Die move, dat ja. is de meest krankzinnige, zakelijk gezien, de meest krankzinnige shit die ze ooit hadden kunnen doen. Ja. Voor 350 miljoen hebben ze idols verkocht. Wat gewoon, ik bedoel. Ik, ik, ik zal niet zeggen dat al die games het, het, het fantastisch deden, maar als je kijkt wat dat allemaal, wat die, die IP's die daarin zaten, weet je wat er uh -huh. in het portfolio zat. Ik bedoel, de Hitmans, de Lara Croft, Tomb Raider, uh, Grid, uh, uh, gewoon echt top games. En dat gewoon voor 350 miljoen wegdonderen, terwijl dat had je met één succesvolle game kunnen verdienen. Um, echt, dat maakt geen sens. Nee, ik, ik ben het al met een je eens. Het is een hele. Uh, vreemde uh, beslissing uh, van hun geweest. Um, we gaan het in de gaten houden. Square. Ik, ik, ik denk ook niet dat Sony het gaat verkopen. Uh, verder gaat kopen op dit moment. Dus uh, ja, ze blijven een beetje bungelen. Maar we houden het in de gaten. Ik denk ook ja. misschien dat er wel eens een wisseling in het management gaat komen daar. Goed. Uh, gaan we naar een gerucht, uh, wat in de wereld is geholpen door uh, Nick Special. Uh, dat is een uh, ja, gast die uh, toffe uh, YouTube. Op YouTube toffe. Uh, een beetje piepshow-achtige dingen maakt. Uh, vaak heeft hij wat betere inside-info, omdat hij natuurlijk minder in Amerika zit. En hij zegt nu uh, dat Microsoft. Hij krijgt van meerdere ronden te horen dat Microsoft bezig is met een digitale versie van de Xbox Series X. Dus de disk drive gaat eruit en die zou dan eind 2024, 2025 op de markt moeten komen. En ze, er zijn ook plannen voor other hardware. Ja. Uh, ik vond het wel interessant, want toen dacht ik bij mezelf van. Microsoft is al steeds meer bezig om, om digitaal belangrijker te maken dan, uh, dan, dan boxed, weet je wel. En die ja. weet door op een gegeven moment die Xbox Series X puur digitaal te maken... ...nou, dan kan je die discs eruit halen en dat soort dingen... ...kun je misschien ook de console goedkoper maken. Ja. Waardoor je misschien een iets, betere, uh, uh, iets beter voorstel kunt doen aan gamers. Van, hé, hey, weet je wel, neem Game Pass... Krijgt al die games kijken, je allemaal digitaal doen, je hebt helemaal geen disk meer nodig. En onze console is gewoon 100 euro, bijvoorbeeld, ik noem maar wat 100 dollar goedkoper dan de PlayStation 5. Nou, ik vind, ik vind dat soort 100 euro maakt niet zoveel uit. Um, nee, en ook omdat wat je op een gegeven moment nog had, wat ik dan nog waarde aan hecht, is dat je kunt bijvoorbeeld um, uh, bepaalde games worden gereissued voor de Xbox Series X bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, oude games, oude Xbox games. En, je kunt dat unlocken, of tenminste als je het niet wil kopen digitaal, dat kan natuurlijk ook. Maar dan doe je de, de originele game-disc uh, erin en dan ziet hij, oh je hebt de game en dan kun je hem spelen. Ja. Um, maar aangezien toch alles richting Game Pass gaat mm -hmm. en je op een gegeven moment gewoon met één abonnement gewoon al die die content uh, speelt, ja, denk ik dat misschien voor Xbox. Ja, binnen de filosofie van um, um, ja, alles gaat via Game Pass. Misschien zijn ze inderdaad wel klaar om uh, over te stappen naar een Disclus uh, systeem. Ja. Ik, 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 ben geen een gok, ik ben geen fan nee, 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 ervan. Nee, 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 ik ben nee. gewoon geen fan. En ik vraag me af of gamers dat echt zijn. Weet je? Ik weet dat er heel veel zijn die het Hardcore nog... gamers. Vind ik lastig. Ja, ik vind het ook lastig. Ook omdat je gewoon. Je kunt je games ja, nog nee, verkopen nee, op marktplaats. En nou dat ja, kan dan niet en digitaal. Als het stopt opeens Game Pass. En dat kan natuurlijk ook zomaar met zo'n bedrijf als Microsoft, weet je, dat ben je opeens je games kwijt, heb je niks meer. Dus dat, ja, dat misschien met zo. Als, als zij de service uitzetten, Tuurlijk. dan doen je games het gewoon niet meer. Nee. nee. Um, het is ook nog maar een gerucht hoor. Ik bedoel, ik, 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 ik moet het allemaal nog zien. Uh, ik weet niet door wie die ingefluisterd wordt, door wie die gevoed wordt. Uh, wie weet, is het wel, uh, wordt hij wel gevoed om eens een beetje te voelen hoe men erop reageert. Dat kan ook wel dat marketeers het zo heel slim insteken. Uh, maar goed, het is een gerucht. Um, dan gaan we naar een, um, ja, goed, iets waar we in Nederland en waar ik en bij, bij GameKings veel mee te maken hebben. Is dat alle kantoren in Nederland uh, worden gewoon gesloten? Nou, is dat van IE, was de eerste, die is al heel lang gesloten. Maar wat je steeds meer nu ook ziet is dat ze ook hun social media gewoon uh, niet meer Nederlands gaan maken. Het Twitterkanaal van IE Benelux, uh, dat wordt opgeheven vanaf 14 augustus. En uh, je moet nu naar uh, internationale kanalen toe. Kijk eens hoeveel volgers ze hebben. Even kijken, we gaan even kijken hoor. Uh, 17.500. Nee, nou ja, dat is ook niet heel veel. Ik heb, ik heb er meer dan dat. Nee, dat precies. Uh... Dus dat, dat, maakt niet, dat maakt niet uit. Um, nee, maar je moet je voorstellen dat ja. er iemand... Uh, als baan heeft om hier dingen op te posten. Misschien is het geen fulltime baan. Ik maar... denk dat het persbureau dit. Nee, de, 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 ik begrijp dat dat ja, persbureau ja, ja. is. Maar ja, um, ja weet je, je, maakt het werkelijk uit. En als je klikt op Electronic Arts, IE, het internationale uh, merk. Even kijken, die staat daarnaast rechts. Ja, die inderdaad, ja. Dan ja zie je dat miljoen, ja. ja waarom zou je dan nog het geld gaan uitgeven nou ja, die IE Benelux, het klinkt ook wat de fuck is IE nee, Benelux? dat, 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 snap dat ik. bestaat niet eens dat snap meer. ik um, het is een beetje ook het nadeel van um, hoe heet het nou dat we uh, goed Engels kunnen want ik bedoel IE Frans en IE Spain en dat soort dingen dat zal echt niet opgegeven worden want die kunnen gewoon geen Engels dus dan dan komt de boodschap niet meer aan ja. wat er vaak nu wel gebeurt is um, het is een betere keuze. Ubisoft heeft bijvoorbeeld het, het kanaal van Nederland nog wel open. En die gebruikt gewoon een vertaaltool. Waardoor je hele kromme zinnen ja. krijgt. En dat sloopt natuurlijk op een gegeven moment. Het, het, het is ook niet dat mensen dan opeens niet in game gekomen Maar op een gegeven moment word je een beetje het lachertje, weet je wel. Het is... ik, vind, ik vind het beter om gewoon het kanaal te sluiten. Ja, de, ik de, eigenlijk ik heb je wel gelijk. Zo had ja. ik er nog niet naar gekeken, inderdaad. En, um, ja, 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 goed. Het, het enige is van als je erop abonneert. Uh, je krijgt ook heel veel madden en. En. NHL en dat soort dingen waar je eigenlijk niet. niet niet geïnteresseerd in bent. Maar wie, Zodan... wat, wat voor EA games ben je nu nog in geïnteresseerd? Nou ja, goed. Ik denk dat heel veel mensen hier uh, FIFA. Uh, ik denk dat het merendeel. FIFA EA bestaat niet meer. Van... Nee, ja, oké, okay, maar dat heet dan EA Sports. Maar da daar dan alleen al. Hè? Ja. Dus hier, weet je weet wat voor moeite ze moeten doen om dat opnieuw in de markt te zetten. En iedereen blijft FIFA zeggen en die ja. game bestaat <laughs> gewoon niet meer. En dat, dat ik denk van ja, daar heb je een gigantische uh, uitdaging nodig om daar iets te. Um, ja, om, om, je moet iets voor elkaar boksen als je ja. die game nog wil gaan verkopen. En dit ga je krijgen, weet je? Dat zometeen komt die nieuwe voetbalgame van ze uit. En dan um, verkoopt het niet, omdat en zij hebben waarschijnlijk hun targets in de range van wat FIFA in het verleden deed. Ja. Uh, gezet. En dan, en dan werkt het straks niet meer. En dan blijkt ook nog eens een keer dat ze al hun lokale nee, marketingkanalen zijn dicht. Dat is waar. Het is. Ja, ik weet het niet. Uiteindelijk gaat dit zich. Uh, gaat het ze opbreken. Ja. En. Ja, komen ze tot de conclusie dat ze toch weer lokaal communi moeten communiceren. We zijn dan wel weer een, een van de eerste landen. Hè. Nederland is altijd een pilotland. Van eerst was het al de kantoren weg en nu is het ook de social media weg. Uh, de Nederlandse ja. kanalen. Uh, ja, je zou kunnen zeggen, sommige mensen kunnen geen Engels in Nederland. Of kinderen kunnen nog geen Engels. Maar dat is ook eigenlijk al niet meer nee, dus maar waarop beschijnt. En, en het is ook zo: er zijn, dat, dat vind ik wel. Ik weet niet in hoeverre. Twitter nou zo belangrijk is. Weet je? Als nee, je... maar goed, dit, dit gaat ook op een gegeven moment. Ik, ik weet niet of ze een TikTok kanaal hebben of een Instagram kanaal. Dat, dat gaat ook allemaal hetzelfde zijn. Weet je? Het gaat, ja, allemaal, dat allemaal gaat allemaal allemaal weg. Allemaal weg. Ja. Iemand, er zijn wel wat mensen geweest die zeggen, ja, waarom huren ze dan hier in Nederland niet een of andere ZZP'er in? Nou, dat snap ik dan ook wel weer. Want het is vaak wel gevoelige informatie die op een bepaald punt uh, gepost moet worden. En je wil gewoon niet dat in Nederland iemand op het verkeerde knopje drukt. En bijvoorbeeld Ik een denk review. Het, gewoon, het is gewoon geld. Het is en, en uiteindelijk het is het belangrijkste geld, geld ja. je, ze hebben gewoon niet meer die paar duizend euro. Wat het kost om nee, ze ja. te ja, dat te onthouden. Dat is het eigenlijk. Uh, dan uh, gaan we. Ja, we hadden het net over kwaliteit en uh, uh, Nintendo. En dit dit verbaasde mij best wel. Uh, dit is jouw favoriete game, uh, The, The Last of Us. Maar er is dus daadwerkelijk op Nintendo, op de e-shop, op Nintendo, is een game dat heet The Last Hope. En dat is echt serieus een, een, een regelrechte, uh, uh, en ik zet het ietsje zachter hier, een regelrechte rip-off van, uh, van The Last of Us. Maar ook echt heel, 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 heel slecht. Ja, oké. Okay. En ik zal hem even doorsturen, doorsturen hoor, naar het end, want daar zie je het helemaal. Het, het, het is werkelijk schandalig gewoon. Het is echt gewoon... Bizar. Ja. Um, nou, PlayStation heeft natuurlijk uh, toen dit online kwam meteen gezegd: Hey Nintendo, what the fuck. En Nintendo heeft het ook onmiddellijk van eraf gehaald. Maar het verbaasde mij bijzonder dat dit op de e-shop e kwam. Ik bedoel, ten eerste, het is een rip-off wat je niet wil. En ten tweede, het is echt heel erg slecht. Ja. Yeah. Ja, interessant dat, ja. dat dat gemaakt wordt. Ik vind het wel. Ja. Ik, vind, ik vind het wel grappig dat het een soort van de. Ja, dit zijn kruidvat games. Ja, maar ook gewoon. Het is een soort van het riool van de gamesindustrie. Ja, leuk. Je toch? En het is altijd leuk als je daar. Uh... Komt je oma mee thuis? Ja, het was toch de laatste hoop? Ik heb ja. voor je gekocht. Ja, ah, fuck. Nee, maar oma. Dit is... maar, maar dat is het grappige. Dat vroeger gebeurde dat. Maar ja. tegenwoordig is al. Omdat alles digitaal is. Je, ja. gaat, je gaat dit toch niet kopen op de Switch. Maar ja, goed. aan de ja, andere wie... kant. Uh, nou, wie weet. Nee, ik, ik weet het. Nou, die, ik vind, vind het wel, is wel zo. Het is van RD in... games. Die hebben zes abonnees. En het is inderdaad 6.000 keer bekeken. Waarschijnlijk zijn de meeste... Ah, hier, het eerste grap is ook... Even kijken ik zal het even laten zien. Mom, can we have the last of us? No, we already have the last of us at home. <laughs> nou, dat soort dingen allemaal. Uh, ja, bizar dat dit dus inderdaad gewoon uh, online kon staan. Goed, ja. uh, dan gaan we even toe naar afgelopen... Ik weet niet, het was volgens mij... Vrijdag of zaterdag gebeurde in Amerika dit. Ik heb het van jouw favoriete medium, namelijk NOS.nl, gepakt. Maar het enige reden is dat ik vond dat zij een goed stukje ervan hadden geknipt. Okay. Um, dit is Kai Sinat, volgens mij. Kai uh, hij is de grootste streamer. Oh, en je ja, ziet ja, het ook ik even meegeven. Ja. ja. Tuurlijk, <laughs> <laughs> Tuurlijk, as you do. Slopen, hoppakee. <laughs> Gaat je auto fucking ja, maar Je Ford komt voor een PlayStation 5, je krijgt oh, niks. <laughs> Jezus. Ik weet niet waar die nu staat, hoor, maar hij staat ergens in. Ze hebben meer dan 1200 agenten moeten optrommelen om dit nog één. Ja, hier ziet hij dus in. Nou, kijk, man, gasten, dit, dit, dit is bijna dat, 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 dat moment dat uh, de laatste Amerikaanse vliegtuig Afghanistan, dat mensen zich er ook aan vasthielden, ja, wilden. Ja. Gasten worden opgepakt. Um, ja, nou goed. Anyway, um, okay. totale, tot, totale <laughs> chaos, dus inderdaad. Enorme riots. Uh, hij heeft inmiddels een reactie gegeven op, uh, op Twitter. Uh, sorry, sorry, hij sorry, zegt sorry. van: Yesterday, members of AMP. Hope to create a positive experience for fans and give back a show of appreciation for their support. We hosted fan meetups and video shoots in the past, but never experienced anything on the scale. What took place yesterday, we got recognized that our audience and influence are growing, and what that comes greater, and what with that comes greater responsibility. We are deeply disheartened by the outbreak of disorderly conduct that affected innocent people and businesses, and not condone and even yeah. uh, condone that behavior. As I'm heel eerlijk, ben, Ik vind het een beetje naïef. En waarom vind ik dit een beetje naïef? Ik, ik, ik weet nog wel, wij hebben uh, natuurlijk First Look georganiseerd. En hmm. wij deden altijd uh, giveaways op het podium. En uh, wij hebben ook op een gegeven moment. Dat, dat, dat werd elk jaar werd het groter en groter en groter. En we gingen. Toen hadden we op een gegeven moment ook een paar van die grotere producten. Meestal waren het gewoon posters en een shirtje en een cappy. Maar op een gegeven moment hadden we ook echt gewoon een special edition. En ik weet nog wel dat op een gegeven moment ook echt een paar mensen... Uh, iemand ving het en iemand anders dacht het ook te vangen. En dat werd gewoon een soort van knokpartijtje, ja. weet je wel. En toen dachten we eigenlijk allemaal met onszelf... We moeten een beetje gaan oppassen. En Toen hebben we dranghekken erbij gezet. In ieder geval mensen vertrapten elkaar gewoon. En dat is, dat is kleinschalig. Deze man is de allergrootste streamer die er is op dit moment. Uh, hij gaat in New York iets doen. Roept gewoon: Oh, ah, we gaan gewoon fucking PlayStation's en PC's weg." <laughs> ja, wat wat denk je dan dat er drie man op afkomt? Ja, maar waarschijnlijk en je, en je kan je kan nooit je kan nooit 10.000 PlayStation's weggeven. Je nee, weet. nee, nee, maar hij heeft geen idee, weet je? En dat dat ja, Misschien... management, moet dat dan toch doen. Nee, maar dit ja, dit ja? gaat één keer fout en dat uh, uh, je, en je hebt dit overal, weet je? Ik ken uh, uh, vrienden van ons die hebben een sneakerzaak in Amsterdam op de Zeedijk zitten. Ja. En die uh, uh, die hadden op een gegeven moment aan het einde van de lunch stond de hele Zeedijk stond zwart van, uh, van de mensen en toen kregen ze ook te horen van de politie van laatste jongens, jullie kunnen dit echt niet meer doen. Nee. En dan is het al klaar, weet je. En dat, dat soort dingen. Um, hij ja. is gearresteerd. Uh, na afloop uh, Hij is ook weer vrijgelaten. Ja, het is natuurlijk de vraag: ja, ze wie, wie, hebben, wie is, nee, wie is nu schuldig? Die mensen die, die, die chaos aanrichten. Kijk, hij kan er niet zoveel aan doen. Nee. Hij, in zijn naïviteit heeft hij gewoon gedacht: van ja, weet je, ik heb misschien uh, <laughs> wel veel volgers. zal die hebben, weet ik wel, 10 miljoen, 20 miljoen. Dat is door het hele land, weet je gewoon ja. echt niet. De, maar dat er dan daadwerkelijk duizenden mensen in New York <laughs> op afkomen, ja, dat is natuurlijk uh, uh, bizar. Ja. Um, en wat ik ook heb, is dat. Heb ik hier helemaal mee. Als je dit doet, als je hier achter komt, blijkbaar ben je als streamer zo niet in touch met je community. Mm -hmm. um, wat hij had kunnen doen, is gewoon een evenement organiseren, kaartjes verkopen en daar ja. dingen weggeven. En dan heb je gewoon ook je 10.000 mensen binnen. Uh, de hele situatie is gecontroleerd. Iedereen heeft een kaartje gekocht, dus ja. gedraagt zich. Dat hoort erbij. Want als je een kaartje koopt voor iets, dan ga je niet het eerste wat je doet, is bovenop auto's ja. springen. Um, dus um, ja, ja, weet je, ja. dit had hij heel anders moeten aanpakken. En, en... Uh, dan kan ik me ook nog herinneren van, je moet ook weten wat je weggeeft. Er zit, er zit gewoon een soort van, ergens zit een grens, weet je. Als het klein is dan en, en, en je vangt er net naast is, ah fuck, weet je, oké, okay, leuk voor jou. Maar ik weet nog wel dat op een gegeven moment kwam Activision tijdens, ik weet niet welke Call of Duty. Maar een Call of Duty, de release was echt exact op First Look Festival. En de eerste 200 mensen die naar binnen uh, kwamen, die kregen de special edition van, van, van Call of Duty op ja. dat moment. In Nederland is dat nog goed gegaan, maar toen hebben we echt extra mensen. Dat hebben, dat hebben we ook gezegd van, dan zullen je echt extra beveiliging moeten inhuren, in want dat gaat natuurlijk mis. En inderdaad, je kreeg op een gegeven moment mensen hadden door, fuck, ik ben, ja. ik, ik ben ergens ben op de te, grens ja. van de 200. En die begonnen met elkaar gewoon te ja. muiten, weet je. Ja, wel. Ja, in Italië is dat toen helemaal uit de hand gelopen. Hetzelfde, exact, want ze deden het overal. Daar zijn mensen in één keer naar binnen gestroomd. Die hele stand werd gewoon helemaal klaar gesloten. <laughs> en ik weet nog wel. Um, dat was Miranda Huibers, waar ook ja. laatst een boos uh, item over gemaakt is. Dat zij nog zei van, ik ben hier... En Rick uh, ook nog, ik ben hier niet blij mee. Dat, ze kregen dit op van uit kantoor ja. Ik ja. ben hier niet blij mee, dit nee. is niet slim. Nee, het is ook... Het, het is te duur, superdom. weet Super dom. Ja, maar het is ook gewoon... Uh, ik, we, we hebben wel eens van die onderzoeken gezien. Ja. Uh, waarin, um, weet je, stel je voor dat je een scooter weggeeft of zoiets. In het, vroeger bij MTV was dat een dingetje. Ja. Dan gaven ze wel eens dat soort prijzen weg. Dat is van, ja, zo'n grote prijs, dan gaat iedereen meedoen. Het probleem is dat soort grote prijzen. Mensen denken niet dat ze dat gaan winnen. Een nee. game, daarvan hebben ze iets van, ja, dat kan ik wel winnen. Ja. Dus dan doen ze mee. Maar een scooter, dat win je niet. En daarnaast heb je allerlei soort van media regels Die je hebt als je dingen duurder dan 500 euro gaat weggeven. Dus dat... Um, maar je hebt ook ja. het... Re op een gegeven moment het wordt het recht van het sterkste, want als het is van de eerste 200, dan moet je dus bij de eerste 200 zijn. Ja, er stonden kinderen vooraan die waren er al om, om, om midden in de nacht met ja. hun ouders, weet je. En dan komen er een paar van die bollies aan ja, en die uh, zeggen ja. van fuck het, weet je wel, ik moet ik moet fucking Playstation. Ja, ja, maar het kijk, is ook wel een beetje tegenwoordig worden dat soort dingen met lootjes gedaan exact. of met dat je digitaal ergens, weet ik veelde, ja, ze iets maken of zo. Of, ze moeten ja. een foto, maar whatever. Maar niet op deze manier. Dus ja. dat liep een beetje uit de hand. Uh, ja, daarna kreeg je natuurlijk een beetje, beetje flauw hè, op dit moment in die oorlog van, kijk, dit zijn dan de Xbox fans oh wat leuk die zijn gezellig doen ze het met elkaar <laughs> ja. dit zijn PlayStation fans weet je wel, deze man springt die foto die gast boven die auto zwet die zwet gewoon boven Klagen die auto het te dit heeft natuurlijk helemaal geen reet te maken met PlayStation als de Xbox was uh, geroepen dan had het exact hetzelfde ja, gedaan. Het ook, ja. uh, de laatste uh, ja dit vond ik even grappig uh, er was een grote Evo-toernooi Evo dat is het grote fighting toernooi en er werd Street Fighter gespeeld uh, om veel geld en uh, ja die mensen zitten naast elkaar die zitten al die, op die knoppen te rammen en ja, ja je wil natuurlijk niet laten zien op welke knop je ramt en wanneer en dat soort dingen. En mensen zetten er soms dozen omheen. Maar deze man die dacht, weet je wel, ik doe, ik doe, ik doe het gewoon onder een doekje. <laughs> wie weet was dat nou niet bepaald de beste manier om zijn knoppen Jezus. Te, te doen. Uh, ik weet ook niet wie er gewonnen heeft, uh, wat dat betreft. Maar het was wel weer een fenomenaal, fenomenaal toernooi. Ik dacht dit is een mooi einde Dat voor. Het ziet er uh, echt te dom uit <laughs> van me. Jezus. De piepshow uh, af te sluiten. We gaan de zomerstop in. Uh, begin september zijn we gewoon weer terug. En in de tussentijd komen er natuurlijk hartstikke veel toffe dingen nog. We gaan naar de Gamescom, zomerkamp. Zomerpodcast, uh, er komt nog meer dan. Groep hey, in aan. onze caps ja. heb, je die, uh, heb je die, al geshield? Uh, ja, die heb ik zeker geshield. Uh, ja, en ik heb, ik heb, hem natuurlijk nu niet bij me. Maar uh, inderdaad, we hebben ook een, een, een blauwe cap die ja. je dus inderdaad ook kunt kopen in de shop. The een nieuwe cry Harder shop. cap. Ja, inderdaad. Ja. Uh, die staat in de shop te koop en, klik uh, even op merch, merchandise. Uh, de link bovenin op www.gamekings.tv daar uh, vind je de link naar onze merchandise shop. Yes. Ja. Later. <middels>